Nou ja, alleen al aan het stemgedrag van de Nederlanders. Nederlanders stemmen vrij rechts, maar krijgen steeds maar weer links beleid. Het merendeel van Nederland wil niet zoveel immigratie. We breken immigratierecord na immigratierecord. Het merendeel van de Nederlanders wil niet zoveel invloed en geld naar Brussel. Toch gebeurt het. Dus daar zie je aan dat gat er is. Je ziet het ook aan het feit dat Forum, toen het nog Forum was, zoals ik daar heb aangemonsterd, de grootste partij van Nederland werd bij de Provinciale Statenverkiezing. Dat potentieel is er. Ik vind het echt heel erg. Ik vind het zelfs onbestaanbaar dat in een beschaafd land als Nederland wij politiek dakloze mensen kennen. Want die zijn er. Dat zijn niet stemmers. Dat zijn teleurgestelde mensen. Dat vind ik echt heel erg. Maar die teleurstelling zit er natuurlijk ook in dat veel van die rechtse partijen mislukken en die het niet waar kunnen maken. Vorm voor Democratie is daar misschien nu het beste voorbeeld van. Het is ook precies de reden dat heel veel mensen inderdaad zeggen, we weten het gewoon niet meer. Hè? Dus dan merk je dat het dus inderdaad lastig is gebleken. Ik kom zelf uit die traditie waar de leider werd vermoord. Daarna is het nog niet gelukt. Dus ja, dit is wat ons betreft het moment om te zeggen, wij kunnen het laten zien. En ik denk dat we een degelijk verhaal hebben en ook een beetje het nuchtere verstand hebben. Dus niet te veel willen in de extreme willen zoeken. Dat zijn we niet van plan. De partij is toch een paar keer al gevallen, ook de VVD. Nou, toevallig hebben we hier iemand in de studio die ook van die partij is. Als u hoort over een gat op rechts, vindt u ook dat er is? Nee. Verrassen. Ik vind het overigens wel heel belangrijk dat je in ons land een partij op kan richten. Hè? Als je denkt, ik heb de oplossing voor alle problemen van het land en ik kan dat zonder compromissen te hoeven sluiten, wat ik hier hoor zeggen, kan ik dat aanbieden. Ik vind het prima dat je daarmee naar de kiezer wil. Ik compromissen sluiten, dat is niet waar. Dat is een beetje wat je nu doet. Geschiedenis leert ook dat het extreem moeilijk is. Dus ik heb er respect voor als je dat probeert. En als we het dan horen over politiek daklozen, hè? Herman, ken jij iemand die politiek...